Hey Waterman, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand april. We gaan even kijken welke boodschappen voor jullie op dit moment belangrijk is. Wat er aan de hand is met het collectief De Waterman voor de maand april. Voor het collectief De Waterman. Ze hebben veel te vertalen blijkbaar. Voor het collectief De Waterman. Hij gaat iets duidelijk zien, ze, Waterman. En hij gaat al die shit dat je in je hoofd zit, gaat achter u laten. Dat zijn zo de kaarten die ik zie die willen eruit komen. Zo. Oké, Waterman. Je hebt een wens, je hebt een droom. Houd dat vast. Blijf hoopvol. Probeer een beetje in balans te komen. Maar er is iemand die emotioneel die beschikbaarheid heeft. Maar toch op de een of andere manier probeert iets te manifesteren. Het kan zijn, Waterman, dat jij een bepaalde persoon manifesteert. Maar dat deze persoon op dit moment een rugzak draagt. En emotioneel niet open kan staan voor de lieven. Dit is iemand die eigenlijk aan het wegstappen is naar de emotionele vervullingen. Maar we gaan een keer clarify, we gaan kijken wat er nog meer mag uitkomen. Maar blijf hoopvol, hou hoop vast. Misschien keert deze persoon terug naar u toe. Maar we gaan een keer clarify en zien wat er mag uitkomen voor de Waterman. We hebben Mercurius retrograde. Het kan zijn dat deze persoon gaat terugkomen. We gaan even kijken. Oké, Waterman, hij gaat hier een pijnlijke cyclus moeten afsluiten. Het is een soulmate-connectie, maar hij gaat het moeten afsluiten. En dit gaat hier eigenlijk over verstrikte gedachten, jaloezie. Dat zijn hier echt wel hele zware, verstrikte gedachten. Obsessieve, zware, verstrikte gedachten. Er ligt een obsessieve gedrag naar een soulmate-connectie. Er ligt angsten, onzekerheden, trauma's, innerlijk kindtrauma's, healing. Maar daar ga je wel een pijnlijke einde komen. Iemand zit eigenlijk in een obsessieve slachtofferrol. Ofwel ben jij het, ofwel heb je te maken met een steenbok. Dat deze persoon dat op dit moment heeft, maar er ligt hier jaloezie, verstrikte gedachten, angsten, onzekerheden, beperkingen, trauma's. En dat is een zeer pijnlijke cyclus die echt tot een einde moet komen, zodat jullie twee langzaamaan naar elkaar kunnen toestappen. Maar iemand zit in de slachtofferrol. En heeft enorm veel op geobsedeerde, verstrikte gedachten, verslavingen. Kan natuurlijk de innerlijke kindstukken die niet zijn verwerkt, die naar boven aan het komen zijn.
is veel te veel natuurlijk. Dat is iemand die niet verder kan. Kijk, zolang dat die pijnlijke hoofdstuk niet afgesloten is, waardoor die schaduwkanten naar boven gaan komen en dit en dat en al het slechte, ga ik maar zeggen, die persoon raakt niet verder. I can't move on. No heart, no matter how hard I try. Die pijnlijke cyclus moet eerst afgesloten worden. Zolang dat dat niet afgesloten is, kan die persoon niet verder. Ofwel ben jij het waterman. Je moet iets afsluiten. Verstrikte gedachten. Innerlijke kindtrauma's. Schaduwkanten. Zolang dat je dit niet afsluit, gaat je soulmate niet hebben. Dit kan natuurlijk ook de andere persoon zijn. Misschien heb je te maken met een andere waterman. Of een steenbok. Energie hoeft natuurlijk niet, maar zolang dat het niet afgesloten is, want dit is een stukje karma die moet geleerd worden. Iemand zit in een slachtofferrol en daar moet er een einde aan komen. Eens daar een einde is aangekomen, kunt je verder gaan. Het kan de andere persoon zijn, want het is iemand die emotioneel niet open staat. Er liggen nu nog veel te veel issues eigenlijk. Vertel mij meer over de 10 van zwaarden. Maar jij blijft wel hoop vasthouden. Je blijft hoopvol. Vertel mij meer over de 10 van zwaarden. Ja. Karmische gehechtheid. Kijk, als die persoon of jij die pijnlijke cyclus tot een einde brengt, komt er balans. Er komt karmische gehechtheid. Je gaat je opnieuw vrij voelen. Er ligt hier een overwinning. Er moet hier een overwinning plaatsgevonden worden in verband met een obsessieve gedraging, geobsedeerd zijn, verslavingen, innerlijk kindtrauma's, narcistisch gedrag. Verstrikte gedachten die geobsedeerd zijn. Hier ligt er echt wel healing plaats. Iemand zit hier echt in een slachtofferrol en dan moet daar een einde aan komen, zodat uiteindelijk die commitment kan komen tussen jullie. Want er is hier wel nog even werk. Voor sommigen onder jullie ligt er wel een nieuwe liefde, want de eerste 3 kaarten die uitvielen, dacht ik, de nieuwe liefde lag er toen ook bij. Dus er is hier wel wat werk nodig. Er komt een overwinning. De waarheid gaat naar boven komen en de situatie gaat in balans komen. Er gaat zich opnieuw vrijgevoeld worden. Maar op dit moment moet die pijnlijke cyclus tot een einde gebracht worden, want er kan hier niet vooruit gegaan worden. Ofwel ben jij het waterman, ofwel is dit de andere persoon. Het kan zijn dat het jij bent, hoor. Of je hebt te maken met een ander waterman. Er komen antwoorden. Er gaan duidelijkheid komen. Problemen gaan opgelost worden. Er ligt hier een afsluiting van het verleden. Het ligt er. Maar er moet gewoon actie ondernomen worden. Het kan zijn dat jij op dit moment echt heel veel antwoorden wilt. Dat je echt duidelijkheid wilt ontvangen. Maar de problemen gaan zich wel oplossen. Maar eerst moet die pijnlijke cyclus tot een einde gebracht worden. Er liggen hier geobsedeerde, verstrikte gedachten. Jaloezie, verslavingen, beperkingen, trauma's. Eens dit allemaal is geheeld, verwerkt, losgelaten, achter zich gelaten, kan deze persoon of jij verder. En gaat er hier een gevoel komen van vrij voelen. Een overwinning. Als dit is met de persoon waar je mee te maken hebt, dan heeft deze persoon op dit moment, kan die persoon niet openstaan op het gebied van de liefde. Emotioneel niet openstaan. De rugzak wordt hier nog gedragen. Vertel mij meer over de 8 van kelken. We hebben hier 3 keer waterman, hè? En weegschaal.
Kijk, het zijn terugkerende boodschappen. De waarheid komt naar boven. De balans gaat, de weegschaal gaat in balans gebracht worden. Er moet hier nog healing plaatsvinden. Maar er is iemand die u gaat helpen. Ik heb heel sterk het gevoel dat er iemand gaat helpen. Het kan zijn dat deze persoon gaat terugkeren. Misschien zit jij hier in Waterman. En is er hier iemand die gaat terugkeren om je te helpen. Want er komt karmische gerechtigheid. Je hebt die twee keer. Er moet verantwoordelijkheid genomen worden om eerlijkheid te brengen. Zelfverantwoordelijkheid. Karmische gerechtigheid. Er is geld die naar je toe komt. Genoeg is genoeg. Je trekt het niet meer. Ja, je trekt het niet meer. Het is echt, het is genoeg geweest. Dus je gaat in balans moeten blijven. Je gaat wel nog een stukje moeten healen. Maar blijf hoopvol. Als sommigen onder jullie nog geld moeten krijgen, het gaat komen. Het kan via een rechtszaak zijn. Of via een bemiddelaar. Friends with benefits. Ik wil alleen maar vrienden met je zijn. Only sex, nothing more. Vrijheid, geen verantwoording. Ja, dat is iemand. Het kan zijn dat deze persoon in een rechtszaak zit. Dat deze persoon geld nodig heeft. Dat die in balans moet komen. Kijk, ofwel ben jij het waterman. Ofwel heb je te maken met een ander waterman. Want waterman ligt hier echt wel heel, heel sterk. En het kan zijn, omdat die persoon emotioneel niet open staat, kan die wel friends with benefits bieden. Dit is wat die persoon eerlijk gaat communiceren. Dit is de persoon. Dat kan die persoon u geven. Maar is dit wat jij wilt? Of ben jij de persoon dat jij alleen maar de friends with benefits kunt geven aan deze persoon? Er is iets geheim. Er mag iets niet geweten komen. Het kan zijn dat deze persoon emotioneel niet open staat omdat hij op dit moment friends with benefits heeft, maar de waarheid gaat naar boven komen. Vertel mij meer over het geheim. Nu, natuurlijk is het ook een geheim dat er iets naar u toe gaat komen. Vertel mij meer over het geheim. Er zit hier nu zo'n dikke vlieg. Oei. Er is een kaart uitgevallen. Oké. Wat dat dus het geheim is, is dat die persoon een oogstje heeft op u. Iemand heeft interesse. Afwachtende houding. Iemand is zeer nieuwsgierig. Maar toch voel ik hier friends with benefits. Iemand die graag controle vasthoudt. Iemand die echt heel veel ego en trots heeft, die u gaat chasen. Kijk, er is iemand, die manipulatie zag ik daarnet ook. Het kan zijn dat uw persoon te maken heeft met een vrouw, een blondharige, die aan manipulatie doet. Die probeert om de lessen opnieuw te laten afspelen. Die niet in staat is om iets los te laten vanuit het verleden. Dus iemand heeft te maken met manipulatie. Het kan zijn dat uw persoon te maken heeft met manipulatie. Kan rechtszaak zijn. Er is geld onderweg. Deze persoon hoopt om geld te krijgen. Het kan zijn dat je te maken hebt met een andere. Het gaat zo zijn. Kijk, Waterman. Het kan zijn dat je friends with benefits hebt met deze persoon die emotioneel niet openstaat. Omdat die persoon bezig is met een rechtszaak. Die persoon heeft te maken met manipulatief iemand. En dat is een pijnlijke cyclus. Jullie zijn soulmates van elkaar. Jij wil antwoorden, duidelijkheid. Maar die persoon kan de liefde op dit moment niet geven, maar even oogsken op u. Het is geheim. Je mag het niet weten, maar voor u is het zo. Genoeg is genoeg. Kan het niet meer. Trek het niet meer. Ik wil verder met mijn leven.
Dus het kan zijn, I can't move on, dat jij gewoon niet verder kan. Maar dit is iemand die bezig is met rechtszaak, met iemand die manipulatief is. Kan een kreeft zijn, kan een steenbok zijn, hoeft natuurlijk niet. Het kan een weegschaal zijn, het kan iedereen zijn eigenlijk, qua sterrenbeelden. Maar het is een pijnlijke cyclus. Uw persoon wordt gemanipuleerd en heeft daardoor obsessieve verstrikte gedachten. Maar op dit moment is er enkel friends with benefits met u en uw persoon, omdat die persoon emotioneel niet open staat en bezig is met een rechtszaak. Met die manipulatieve persoon. Kan een blonde zijn. Maar blijf hoopvol, waterman. Of heb je te maken met een waterman, dan heeft deze persoon nog steeds heel veel hoop. Er komt een afsluiting van het verleden, maar uw persoon heeft te maken met een manipulatief betoon persoon die ervoor zorgt dat uw persoon iets niet kan afsluiten. Dat de herhaalde patronen maar blijven doorgaan. Zorgen dat de lessen niet worden geleerd. Maar er komen antwoorden. Graag duidelijkheid ontvangen. Problemen gaan opgelost worden en daar mag je hoopvol in zijn. Ja, zie het between world. Het liefdesleven is op dit moment geblokkeerd. Dus er is hier een bevroren bepaald gebied tussen jullie. Dus er moet wel balans gezocht worden. Er moet balans komen. Want er is ruimte tussen oud en nieuw. De between world valt voor mij de laatste tijd wel veel uit, vind ik in de reading. Maar geloof in magie. Geloof in mirakels. Je gaat deze persoon horen, mocht er op dit moment geen contact zijn. Heel snel. Want dit is iemand die wel passie heeft voor u. Wat zijn mijn kaarten? Dus het zou wel een keer kunnen. De friends with benefits die jullie nu op dit moment hebben, kan wel groeien tussen jullie. Tot deze persoon dit hier allemaal heeft opgelost. Het kan zijn dat de soulmate is van u. Schorpioenenergie. Er komt communicatie heel snel. Het gaat niet lang duren. Mocht deze persoon zich hebben teruggetrokken om bepaalde situaties eerst te gaan oplossen. Dit is iemand die eigenlijk terugkijkt op jullie connectie eigenlijk. Dit is iemand die eigenlijk het verleden aan het manifesteren is. Tweeling maakt schorpioenenergie. Super ongelooflijk frivolen bij ons. Het is te over. Ik had gehad met dat weer. Oké. Waterham, ram, schorpioen, tweeling, maagd, mercurius retrograde, tweede kansen. Jullie zijn elkaar aan het manifesteren. Jullie manifesteren eigenlijk elkaar. Jullie kijken allebei naar jullie connectie, naar de nostalgische herinneringen eigenlijk. Het kan zijn dat dat iemand is vanuit uw verleden, diepe verleden. Jullie hebben een tijdje elkaar niet gezien, misschien een lange tijd elkaar niet gezien, waardoor dat deze persoon dan bij iemand anders was, getrouwd is geweest, die nu deze problemen heeft, want ik voel hier wel rechtszaken. Is niet voor iedereen. Als het niet zo is, dan komt er iemand vanuit het verleden terug op jullie pad om het risico te nemen om een volledig nieuw begin te starten. Dit wordt eigenlijk gemanifesteerd vanuit beide, zowel jij als de andere persoon. En dit is iemand die actie gaat ondernemen op een passionele manier om succes en iets stevigs op te bouwen. Het is een emotionele vervulling, maar er is wel nog wat stagnatie. Je gaat deze persoon nog horen, mocht er op dit moment geen contact zijn. Maar mochten jullie friends with benefits hebben, er kan daar wel iets vanuit groeien eigenlijk. Maar jullie gaan wel beiden het risico nemen om een volledig nieuw begin te starten. Maar eerst gaat dit hier toch wel een keer moeten opgelost worden. We gaan even kijken welke liefdesboodschap de waterman mag ontvangen in verband met deze reading.
Girl with a Snake. Empaths and Narcissists. Ja, ik kan dat niet uitspreken. Paradigm. Being charmed or used. Enable boundaries. Ik ga niet voor iedereen zijn. Misschien is the girl with the snake uw persoon te maken met die persoon. Want ik heb hier narcistische symptoomtjes. Ik ga niet snel zeggen narcist, maar kunnen narcistische symptomen zijn. Er moet toch iets afgesloten, want het is een pijnlijke cyclus eigenlijk. Dus het kan zijn dat het nu tussen jullie een break-up is, een separation. Stop de patroon. Het is net alsof dat er iemand verlatingangst heeft. Er is iets gebeurd wat dat eigenlijk nog moet verwerkt worden. Ofwel is er een andere persoon er nog bij betrokken, of deze persoon heeft innerlijk kind issues die moeten afgesloten en geheeld worden. Dus neem wat dat resoneert natuurlijk. Ik heb hier weegschaal, schorpioen, ram, waterman heel sterk, steenbok heel sterk, schorpioen, ram, leeuw, boogschutter. Ah ja, waterman ook. Zo, waterman, ik hoop echt dat je duidelijkheid hebt mogen ontvangen in deze reading, dat je toch je antwoorden hebt mogen ontvangen. Ik ben jullie super hartelijk dankbaar voor het liken, delen en subscriben van mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer terug. Bye bye!